Hij was het al jaren van plan, maar nu is het hem eindelijk gelukt. Ik had beter moeten opletten, ik weet het, maar nu is het te laat. Ik moet en zal mijn skateboard terugkrijgen. Kut, je hebt alleen maar ene gehaald. Maar dat kan toch niet? Kijk maar. Ga weg! Kurt. Hey Kurt, kom je vandaag nog naar school? Ja, denk het wel. Hoezo? Weet je dat niet meer dan? Nee, wat is er dan? Nou, je kreeg een of andere aanval of zo. We vonden dat je best wel raar deed. Na de pauze, hoe heet je ook weer? Scotty, zei dat je ziek ging melden. En toen kwamen we je tegen op de grond en je schreeuwde dat je wel ging halen dit jaar. Dat je helemaal geen ene had. Kut. Wat? Ik dacht dat het een droom was, maar het was dus niet zo. Oh wacht, ik herinner het weer. Wat dan? Die pilletjes. Pauline had gisteren pilletjes bij zich. En daar had ik er een van genomen. Oh, dus dat was dat gaafste waar ze het over had. Ja dude, maar ik doe het nooit meer. Maar ik zie je zo wel op school dan. Ja, is goed. Kom eraan. Oké, later. Hey, nummer 8 voor biologie, man. Hey, dat was fucking 9 voor Engels. Flex. Waarom sta ik overal in 1? Waar sta je overal in 1? Ja, alles nou! Wat? Allemaal 1, hoe kan dat nou? Hey, heb jij soms wat niet gedaan? Hey, goed werk. Goed werk. Ja, ja. Weet je. Kun je het ook voor ons regelen? Nou ja, dat ligt eraan. Hè? Nou, wat wil je ervoor dan? Ja, ik dacht, kunnen jullie seks voor mij regelen? Seks regelen? Ja. Dat lukt toch? Ja, denk dan, het ook. Dan maak ik jullie cijfers over. Gaat niet voor elkaar, komt voor elkaar. Ja. Oké, okay, gaan we weer. Dat is geregeld dan. Kan ik zelf niet eens seks hebben met mijn vriendin? Moet ik het wel voor een ander gaan regelen? Jezus. Excuses aanbieden voor laatst. Alsjeblieft, is voor jou. Ah, oh, staan we niet van je. Maar wat is er nou gebeurd laatst, want je negeerde me ineens. Weet je dan niet wat er gebeurd is? Nee, dat is nou het probleem. Ik weet er helemaal niets meer van. Het was echt heel eng. Het was echt alsof je iemand anders was. Dus toen rende je maar gillend weg? Ja, ik hoop niet dat je kwaad bent. Nee, maar het is allemaal maar een beetje vreemd. Ja, maar god. Maar zei dat het was alsof ik iemand anders was. Wat deed ik dan? Het was net alsof je eerst ergens anders was. En je zei dat je Robert heette. Robert? Dat is echt vreemd. Ja, maar ja. Dus je bent niet boos meer? Nee, maar wel geschrokken. Oh, sorry dan. Oké, doei. Ja, denk het wel. Maar wie ben je nou? Ik ben Stijn, nu jij. En wel, Robert.
Daar gaan we Natasja het over. Wie? Natasja. Wacht even, ga even de muziek uitzetten. Jezus. Over wie had je het nou? Natasja. Nog nooit van gehoord. Ik ga weer. Mazzel. Nee, wacht. Echt wat vroeger gaan slapen. Ik geloof dat ik gek aan het worden ben, man. Ja, ben je toch al sinds je geboorte? Oh, grappig. Ik geloof echt dat ik gek aan het worden ben. Ja, maar wat is er dan? Nou, gisteren stond ik zo mijn tanden te poetsen voor de spiegel. En opeens begon mijn spiegelbeeld tegen me te praten. Ja, dat spul ik volgens mij ook wel zo. Ik heb helemaal geen spul op, man. Althans, dat denk ik. Wat zei je spiegelbeeld dan tegen je? Hij zei dat hij Robert heette en ik weet dat hij daar Nirvana luistert. Dude, ik zou echt met psychiater praten als ik jou was. Fuck jou, man. Natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Ik denk dat Kurt wel gelijk heeft. Ik zou een afspraak gaan maken, Stijn. Nou, oké. Okay, misschien doe ik dat wel. Lijkt me een goed idee. Ja. Ja, ik begrijp dus dat je spiegelbeeld tegen je praatte. Ja. Ja. En wat zei hij dan? Hij zei tegen me dat hij Robert heette. Aha. Interessant. Wat? Interessant. Ja, het lijkt erop dat je aan een vorm van schizofrenie leidt. En wat houdt dat in? Ja, in jouw geval dat er in je lichaam een tweede persoonlijkheid huist. En wanneer heb je last van aanvallen? Nou, de laatste keer was toen ik seks probeerde te hebben met mijn vriendin. Aha. Ja, het is nu bijna 100% zeker dat je aan een meervoudige persoonlijkheid leidt. Aha, en wat kan ik daar dan tegen doen? Nou, de enige manier is eigenlijk om met hem te gaan praten. De volgende keer dat je de kans krijgt en dan weet te overtuigen om weg te gaan. Oké, is dat alles? Ja, in wezen wel, maar het kan nog wel best moeilijk zijn hoor. Oké dan. Nou, hartstikke bedankt meneer. Tot ziens. Ja, dat is mijn... Ja. Yeah. Die meervoudige persoonlijkheid is niet het enige probleem dat die jongen heeft. Ja man, ik ga. Man, dat leer ik echt. Echt waar. Later.